de drive die bij mensen zitten. Het willen scoren. Dat is vooral die klant binnen weten te halen. En dat succes, dat zit die heel erg in, ja. De type mensen die hier succesvol zijn, zijn de doorzetters. Degene die echt die verantwoordelijkheid willen nemen. Die flexibiliteit willen, die zelfstandigheid willen. Niet de zaken opgelegd krijgen of gecontroleerd willen hebben, maar gewoon echt eigenaarschap hebben over dat wat ze doen. Ik zie dat het DNA van Aan de Steggen zou ik vertalen in dat ik mensen zie die proactief zijn, die zelfstandig kunnen werken, die openstaan voor nieuwe ervaringen en graag willen bijleren. Dat betekent dat ze in ieder geval gedreven moeten zijn in het vinden van oplossingen en klantgericht moeten kunnen werken. Dat betekent dat ze zelfstandig moeten zijn, beslissingen zelf kunnen nemen, creatief zijn, flexibel ook nog eens. Ik zal geen hiërarchie typeren. Het is een hele laagdrempelige organisatie, je kunt altijd binnenstappen. En wat ik eigenlijk ook wel heel erg tof vind aan het management is dat elke medewerker kennen ze bij naam. Iedereen is gewoon, het voelt als een familie, maar daar staan ze zelf ook heel erg achter. Dus op het moment dat iemand nieuw in dienst komt, dan zorgen we er ook altijd voor dat hij een kennismakingsgesprek heeft met het MT. En dan het hele MT. En we kijken naar de persoon die daarachter zit en niet wat doe je en wat is je functie, maar echt het totaalplaatje. Ja. De persoon daarachter. Als er een project in de buurt zijn, dan ga ik daarheen om te kijken wat ze maken. Dat vind ik leuk. Dat ze gelijk voor je openstaan en klaarstaan, dat je welkom bent en dat ze het heel erg fijn vinden dat je die betrokkenheid toont. Dat je die interesse toont voor wat ze aan het doen zijn. Ja. Ik vind het heel moeilijk om aan te geven wat voor gevoel er hier heerst, maar de mensen die hier werken, je voelt zo'n erge saamhorigheid en betrokkenheid bij elkaar. Dat is bijna niet uit te leggen, maar dat zou reden 1 zijn. Dat is ook mijn reden waarom ik hier met heel veel plezier werk. Reden 2 is dat je inderdaad heel erg vrij wordt gelaten om je eigen werkzaamheden te doen. Om zelf te kiezen wat voor taken je wil doen, waar je blij van wordt. En om daar ook je vinger voor op te steken. En de derde is denk ik ook wel gewoon echt die waardering. Dat wat we met elkaar presteren, het complimentje, de dingen die we als bedrijf zijn en met elkaar doen. Wij vieren successen door echt inderdaad met elkaar feestjes te vieren. Dus we gaan ook met z'n allen dan naar een drakenboot. En daar zijn we eigenlijk ook bijna als hele bedrijf bij aanwezig. We gaan met z'n allen op reis, 1 keer in de 5 jaar. En dat is uit waardering voor de mensen, maar ook om ons, om die betrokkenheid te houden, maar ook om succes te vieren. En dat succes zit hem ook in die betrokkenheid. Ik denk dat wij een organisatie zijn waar je je heel erg thuis kan voelen, waar je je eigen verantwoordelijkheden kan pakken. Waar je inderdaad met plezier naar het werk gaat, daar streven we naar. Dat wij opleidingen bieden. We zijn een ontwikkelend bouwbedrijf, dus dat betekent dat we ook in de engineeringskant heel actief zijn en daarna daadwerkelijk gaan bouwen. Dus we bieden eigenlijk een heel breed takenpakket. Je komt niet in een gespreid bedje. Je komt in een team en die vangt je op en die helpt je. Die geeft je de handvatten om aan de slag te kunnen, maar je zult zelf aan de slag moeten gaan. Je moet zeker een zelfstarter zijn, ja.